zal even de labuitslagen laten zien. Daar zullen we ook wel nieuwsgierig naar zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Nee, ik ben benieuwd. Ja. U ziet het. HbA1c is nog steeds te hoog. Ja, ik zie het. U hebt al eerder over insuline gehad. Heeft u daar verder over nagedacht? Ja, heb ik over nagedacht, maar prikken, ik heb erover nagedacht. En nee, dat gaat hem niet worden, dat wil ik niet, echt niet. Nee. En wat maakt dat u niet wil prikken? Het is sowieso, vind ik het een enorme stap. Maar aan de andere kant, ja, ik ben docent, ik sta voor de klas. En ik kan niet om de havenklap gaan prikken, dat gaat gewoon niet. Nee, het is ook een grote stap. Ja. Maar hoe vaak denkt u dat u moet gaan prikken? Nou ja, ik heb het ook een beetje op internet bekeken. Ja. Nou, dat zou zomaar vier keer per dag kunnen zijn. En wat heeft u precies op internet gelezen? Inderdaad, dat het 4 keer per dag zou kunnen zijn? Ja, klopt. Okay. 4 keer per dag. Er zijn mensen die spuiten 4 keer per dag. Ja. Nou, dat zie ik mezelf niet doen. Nee. Ja, dat klopt. Er zijn mensen die 4 keer per dag spuiten. Ja. Maar het is bij u niet aan de orde. U komt in aanmerking nu voor 1 keer daags insuline spuiten voor het slapen gaan. 1 keer per dag maar? 1 keer per dag. Dus niet in de klas, niet op school, gewoon thuis voor het slapen. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat scheelt in ieder geval. Het is in ieder geval veel minder vaak dan ik dacht. Ja. Heeft u nog andere dingen gezien op internet die u verontrusten? Op zich niet. Alleen ja, voor mijn eigen gevoel. Als ik nu zou gaan spuiten, dan denk ik, ja joh, dan ben je wel een patiënt. Ja. En zo ontzettend oud voel ik mezelf nou ook weer niet. Dus nee. Ja, ik vind het gewoon een hele grote stap. Ik hik daar echt tegenaan, zeg maar. Ja. Nou, het is ook een grote stap, hè, insuline. Ja. Maar het is wel een te verwachten volgende stap in de behandeling van suikerziekte. Ja. Eerst doe je dieet en dan tabletten. En als je daar niet mee uitkomt, komt insuline om de hoek kijken. Maar ik maak me al een beetje zorgen. Want die uitslagen die vallen dan ook wat tegen. Maar aan de andere kant, ik ben ook zo moe de laatste tijd. Ja. Dus ik heb een aantal keer heb ik ook mijn werk af moeten zeggen, zeg maar. Dus dan kon ik niet voor de klas staan. Nee. Dat vind ik eigenlijk ook wel ontzettend vervelend. Ja. Nou, die enorme moeheid, hè, die past ook bij die hoge bloedsuikers. Dus op het moment dat je insuline gaat injecteren, breng je de bloedsuikers weer tot normaalwaardes. En dan gaat ook de moeheid weg. Oké. Ja. Er is eigenlijk niet zo heel erg veel keuze, zou ik zeggen. Nee. Hè, medisch gezien bent u insuline waardig, om het zo maar te zeggen. Maar u bepaalt het moment wanneer u gaat injecteren. Ja. Ja. Ja, nou, ik zou zeggen, laten we het dan gewoon zo snel mogelijk doen. Ja. Nou, dan maken we daar gewoon rustig een afspraak over. Hè. Ja. Op korte termijn ga ik u een aantal dingen uitleggen. Laat ik u wat pennen zien. Ja. En dan mag u gaan injecteren. Oké. Zullen we een afspraak maken voor over 2 weken? Ja, heel graag. Ja? Heel graag. Ja, okay. Ja.